Muziekcafé Plan C beleefde zaterdagavond haar laatste avond. Na bijna 30 jaar sluit de eigenaar zelf de deuren vanwege geluidsoverlast. Het café kreeg sinds 2007 steeds meer klachten over geluidsoverlast. Dit weekend werd er nog even flink gefeest. Wat er met de ruimte gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Een neuroloog en een journalist hebben een steunfonds opgericht voor de Kapelse huisarts Hans van der Linde. Uit het fonds moet de rechtszaak worden betaald die het RIVM tegen de arts heeft aangespannen. Van der Linde twijfelt aan het medisch nut van de griepprik. Ook vindt hij dat de directeur van het RIVM duidelijker moet zijn over zijn banden met de medicijnfabrikanten. Het RIVM adviseert de staat over het inkopen van de griepprik. Razz Motivated heeft de Music Matters Award gewonnen. De 20-jarige reggae-artiest won zaterdagavond in de finale in het Theater Zuidplein in Rotterdam. In 2 jaar tijd groeide de Rotterdammer uit tot een landelijk bekende zanger. Hij trad op in Ahoy, Paradiso, De Melkweg en de Heineken Music Hall. Ook maakte hij 2 videoclips. Maandag begint de dag met bewolking en nog enige neerslag. In de loop van de dag volgen er opklaringen. Bij een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal zo'n 9 graden.